Ik ga nu de sloot in. Keurig. En nu de drainagebuizen zoeken, Mark. Oké, de paalkanaal vast zoeken. Ja. Daar kan je zien hoe je eruit ziet. Zie je het? Ik zie dat iets geels. Ja, dat geels, dat is het. Ja, ik zie het. Een beetje vrijmaken dat het vrij eruit kan stromen. Het water. Dat is Howard. Deze stam hier, die blokkeert de drainagebuis. Oh ja, kan je hem weghalen, die stam? Dat kan. Auw. Oh, sorry. Auw. Dat moest niet, hè. Ik wil beetje... gewoon daarop gooien. Ja, ik kwam tegen mijn voet aan. Kan je hem helemaal uithalen en dan dat we hem vervangen door een nieuwe? Dat kan. Ja, doe maar. Keurig. Nou, dan gooi ik hem daar naartoe. Ja, goed. En dan pakt papa even een nieuwe. Ja. Oh, voilà. Hij is nog steeds zo plat gedrukt. Hij is niet meer rond, maar zo. Oh, kan je hem een beetje rond maken? En deze paal nu gewoon induwen, maar precies zoals die vorige paal zat. Nee. Maar dan kan je me gewoon recht induwen nu. Verder draaien een beetje, ja. Goed zo. Keurig. Ja. Heel goed. Ja, nog verder. Nog verder, ja. Zo zit hij diep genoeg. Mooi. Kijk je ook, hè? Ja. En nu nog even kijken naar die buis. Ja, dat stond water uit. Oh ja, keurig. En dat is een beetje rond nu. Iets ronder, maar nog steeds zo. Oh ja, ja. Nou, maakt dat niet zoveel uit. Nu moet je een stukje deze kant oplopen. 8 meter verder. 8 meter? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier. Je bent het, ja, een beetje te ver. Oh, ik zie hier een blauwe buisje. Een blauw buisje, ja, keurig. Is dat ook een drainagebuis? Oh, nee, dat niet. Maar daaronder, het is wel de juiste plek. Daaronder, of in de buurt, daar zit hij ergens. Een beetje graven, een beetje. Ergens moet je hem daar kunnen vinden. Die dezelfde kleur als die ander had.
denk een klein beetje meer bij je rechterhand, waar je nu met je rechterhand zit. Ik zie nog niks. Nog niks. Onze eigen fruittuin. Dit is het kanaal. En hier nog steeds Mark aan het zoeken. We zijn nog steeds in Zwanendijk-Oost. Dit is nog steeds het kanaal. Daar is Mark bezig met het maken van een gat. Ten behoeve van een paal om de drainagebuis te markeren. Dit is het werk voor echte kerels. Voor echte, stoere, oude mannenkerels. Ja, je bent nu diep genoeg, Mark. Diep genoeg voor de paal? Ja. Oké. Sluit dit eruit. Paal. Ja, ik zal weer een paal aangeven. Moment. Ho. Gooi hem maar wat hoger, anders valt hij in sloot. Ja, keurig. Hij is maar hier. Ja. En nu recht erin, hè, zoals je hem ook... Beetje draaien, beetje frikken. Ja. Keurig. Ja, nog iets dieper. Ja, keurig. Heel goed. Ja, ja, hij zit zo diep genoeg. Mooi. Ja, keurig. Heel goed. Dan gaat hij niet uit. Nee, dan gaan we de volgende zoeken. Een hoed. Ja. Daar is Mark nog steeds bezig. Gaat weer een paal de grond in. Ik kan hem niet dragen. Niet, een beetje frikken eerst. Een beetje op en neer. Nu ja, nu kan je hem wel weer een beetje draaien. En dan weer duwen. Mark, dan? Wat zeg ik? We hebben wel een moker meegenomen.
Ja, maar jij bent groot en sterk genoeg om het met pure spierkracht ook te redden. Inderdaad. Ja, het gaat weer. Ja, keurig. Maar met de moker komt hij toch wat dieper. Haal die maar. Oh ja, ik ga even de moker halen, maar... Intussen probeer ik hem zo ver mogelijk te krijgen. Ja, is goed. De moker halen. De moker. Zo, hier is de moker, Mark. Oké. Voorzichtig. Ik heb hem. Oh ja, en hij kan eraf. Heel erg goed vast, die bovenkant, dus je moet er voorzichtig mee slaan. Goed, ja. Even, zo zit dat ik er ook erbij kan met de moker. Ja. Keurig, keurig. Ja, hij is al een stukje gegaan. Mooi. Heel goed. Ik denk dat hij bijna diep genoeg is. Ja. Gooi de moker maar hier omhoog. Oké. Ja, keurig. Nou, die kruis zullen we niet zo makkelijk uitkrijgen. Nee. Gaan we nu palen doen aan die kant. En dan moeten we de andere kant. Hier zijn geen... drainagebuizen meer. Weet je het zeker? Ja, dat weet ik zeker. Oké, ik was door de sloot lopen. Ho. Omhoog. Ja, en dan nu verder. Nu ben je nat geworden. Je moet ook voorzichtig, maar voorzichtig. Zo word je kleddernat. En zo wordt het ook vies van binnen. Zo wordt het ook vies van binnen, dus voorzichtig lopen. Dat vind ik niet erg. Oh nee. Maar dat is een oude man een kerel. Oh ja, maar nou is je broek nat geworden. Hè? Nou ja. Goed, we moeten even goed doorwerken. Tuurlijk. Dus niet klagen over een natte... Daar hoor je mij niet over klagen. Oh nee. Nou, nu gaan we 8 meter vanaf hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier moet er weer eentje zijn. Daar. Ja, gevonden. Nee, nog niet. Oh. Ik ga even zoeken. Het is hier helemaal open. Ik vraag me af of ik nou hierin zet of daarin. Zet hem maar daaronder, desnoods in het water. Dan is de modder wel heel nat en slap. Ja. Maar goed. Ja, en het buisje is dan aan die kant, toch? Hè? Oh, nee, dan moet ik hier... Ja, wel aan de goede kant. Inderdaad. Oh, de zon schijnt. Ja, dat is klei. We zitten hier met in grond met zeeklei. Ja. Vroeger was het hier zee. Heel leuk. Is het vroeger, maar vroeger was het dan al geleden. Mark,
heeft inmiddels 4 palen de grond in gewerkt. Dit was de laatste paal. Nu gaat Mark naar de volgende. Kijk, hier is hij. Hier moet hij zijn. 8 meter. Ja. Bij dat... Daar daarnaast. Al het gras maar weg. Kijk maar waar het zit. Kijk, voor al deze troep in de sloot. Ja. Van beest met heel veel poten. Oh ja. Je zegt met heel veel poten, maar volgens mij was het geen 1000 poot. Oh nee. Daar is weer te weinig poten voor. Daar gaat de volgende paal. Nog een stukje met de motor. Ja, dat is goed. Goed. De motor maar. Ja. Au. Keurig. Ik denk dat hij ver genoeg is, Mark. Zo, nu is hij ver genoeg. Even een korte pauze. En om tijd uit te sparen blijft Mark even in de sloot staan. En hij drinkt nu heerlijk gemberbier. Op. Ja. Keurig. Dat was wel lekker. Nog een blikje bier. Ja. Goed. Schemmerbier, hè. Dus. Ga maar, Merk. Oké. Okay. De paal er maar in. Dat doe ik. Keurig. Je wrikken, weer eraan hangen. Pure massakracht. De laatste paar tikjes met de moker. Ja, dat is een goed idee. Zo, hij is diep genoeg, Mark. Hij... Keurig. Hij kan nog dieper, hoor. Nee, goed, diep genoeg. Gooi maar op de kant. Oké. Okay.
Mag je armen wassen? Ja, is goed. Om wat kraanwater te sparen, gebruiken we het gewoon het water uit deze moddersloot. Dat klopt. Keurig. Zo, het was weer tijd voor een bierpauze. Gemberbier, hè? Ja, gemberbier. Dat moet nog gedaan worden. En dat stuk is al gedaan door Mark. Keurig. Ja, dat doen echte stoere oude mannenkerels. Ja, ja. Dat is de fruitentuin. Dat is de Kawasaki Mule 2510. Dat is een heel leuk karretje. Ja, ons trouwe racekarretje. Waar Mark het prachtig in vindt om mooi mee te racen over het land. Nog steeds 14 april, nu 5 over 9 s'avonds, midden Europese tijd. Dit is de maan. Zomertijd. Zomertijd, dat is Venus. En hier de maan. En hier is nog steeds de stoere oude mannenkerel. Bijna in het donker, maar we gaan door als echte wieringen. Als echte stoere oude mannenkerels. In het maneschijnsel. Kun je de moker aangeven? Ja, ik zal even de moker aangeven. Dankjewel. Nog een paar tikken met de moker. Ho, ho, voldoende. Voldoende? Ja, diep genoeg. Oké, dan. Keurig. En dat was het voor vandaag. Inderdaad. En wat we ook hebben gedaan. We zijn daar begonnen. Ja. En dan hebben we alles, alle palen. Tot en met. Deze gedaan. Ja, ja. Alleen we hebben die tijdelijk overgeslagen omdat we daar de buizen konden vinden. Ja. En nu hebben we deze als laatste gedaan. Ja.